In Powervrouw portretteren we bijzondere Tilburgse vrouwen. Bijzonder om hun talent, bijzonder om het vakmanschap of gewoon bijzonder om wie ze zijn. En vandaag ben ik bij edelsmid Jozemieke Segers. Zij maakt hele bijzondere sieraden en probeert daarin het menselijke aspect zoveel mogelijk te belichten. Dus ik ben heel benieuwd. Hi. Hoi. Zo, het is ontzettend guur, het weer. Ja, ja, welkom. Jozemieke. Binnen is het droog, ja. Ja, het maar is hier ook lekker rustig. Ja, het is inderdaad, jij hebt het wel gemerkt waarschijnlijk buiten. Ja, de straat is best wel druk. Het enorm hectisch is. En dit is nog de zondag, dus door de week is het helemaal verschrikkelijk met die herrie hier. Maar jij hebt hier wel een prachtig atelier en kom je dan wel lekker tot rust? Ik wel. Ja? Ik heb hier een hele fijne plek. Ja, wil ik je graag laten zien. Ja, dat is goed. Nou, ik doe lekker mijn jas uit. Ja, je jas even uit. Dat is goed. Ja. Jozemieke, we staan hier bij jouw werk. Ik vind dat heel, heel aards of heel natuurlijk. Of hoe kan ik dat het beste omschrijven? Hoe jij het het beste kan? Ja, of hoe mag ik het omschrijven? Of wat zie ik hier? Ja, ik werk wel veel met natuurlijke materialen. Dus mineralen en hout. Ja. En ook, want hier in dit beeld zie je bijvoorbeeld zeewier. Heb ik zeewier in verwerkt. En kleine stukjes been zitten erin. En brons. Ja, dat inspireert mij. Ik ben echt een natuurmens. Dus ik gebruik de beelden en de vormen die ik zie, die vertaal ik in mijn werk. Ja, want dat is een hangen. Wat is dat precies, dat linkse? Ja, dit is een ruimtelijk werk. Dus het is op zich niet iets draagbaars. Ik ben al lang afgestapt van dat het alleen sieraden moeten zijn. Voor mij mogen het ook ruimtelijke vormen zijn. Of dat zie je ook wel meer in de winkel, hoor. Dat ik die kant wat meer op ben gegaan. Is het dan meer kunst? Ja. Dat is aan de... Ja, dat bepaal ik niet. Maar je bent edelsmid, ja. Maar dan ook kunstenares? Ja, nou, het is wel die ruimtelijke kant. Die ben ik wel meer aan het onderzoeken de laatste jaren. En die ontwikkelt zich wel. En dat is veel meer het autonoom werk of minder in opdracht. Dus ja, dat zou je kunnen zeggen dat daar... Daar zit wel ontwikkeling in. Ja, ja. Ja, en de sieradenkant, zoals dit soort werk bijvoorbeeld, dat doe ik ook nog veel in opdracht. Ja. En dat is ook gewoon een heel belangrijk onderdeel van mijn werk. Ja, daar gaan we het zo over hebben, over de verhalen en over de mensen. Maar dit werk is zo'n werk waarvan jij denkt, dit vind ik heel fijn om te maken, maar nemen mensen dit af? Nee, dit is iets wat ik graag exposeer bijvoorbeeld, of wat ik graag meer zou willen laten zien. En er zitten mijn eigen verhalen in en mensen kunnen daar hun eigen beelden op projecteren. Maar je zegt mijn eigen verhalen zit hierin. Wat voor verhaal zit hierin? Voor mij is het, gaat het over de relatie met mijn vader. Dus het masker, er zit een masker in. En er zit een ei in het voorhoofd. En daar, mijn vader is dementerend en door die dementie is een masker weggevallen in feite. Dus wat ik daarin wil laten zien is dat er iets vrij is gekomen in het contact wat ik met hem heb. En waardoor dat ineens wegviel, dat masker of het masker, mentale idee van hoe iemand in elkaar zit of hoe hij zelf vindt dat hij in elkaar zit. Dat viel allemaal weg. Dat had hij niet meer ter beschikking. Of dat heeft hij niet meer. En daardoor hebben wij gewoon een ontzettend fijne relatie gekregen, vind ik zelf. Gewoon een beetje kinderlijk met elkaar. Een beetje gek doen met elkaar. En wandelen. En hij is veel zachter. Je kan hem nou aanraken. Wat vroeger nooit kon. Dus hij is veel toegankelijker. Ik zie allemaal natuurlijke materialen. Waar haal je die inspiratie vandaan?
Ja, dat is heel wisselend. Maar toch wel, het zijn altijd wel natuurvormen die ik ook gebruik. Want in de vormtaal, dat zie je ook bij die hanger hierachter. Daar zit ook spiraalvorm in. Dat zie je heel veel in de natuur. Zo'n groeibeweging, een spiraalvorm van buiten naar binnen, van binnen naar buiten. Dat vind ik een mooi symbolisch beeld. En eigenlijk is het gewoon een natuurvorm. Dat kan ik straks trouwens op het landje ook laten zien, want we zijn bezig een labyrint te leggen. He, dat is ook zoiets als een spiraal, maar dan een weg die je kan lopen naar binnen. Dus het is ook symbolisch voor je levenspad bijvoorbeeld, of voor je levensweg. Ja. En dat zit dan ook weer in een detail van zo'n sieraad. En je ziet daar bovenin een fossiel. Ja. Dat grijzige deel, wat opengewerkt is met die kleine kristalletjes erin, dat is eigenlijk gewoon een natuurlijke vorm. Die is zo gegroeid. Dat is gewoon een versteend diertje. En die heeft ook diezelfde spiraalvorm. Zie je? Ja. Dus op die manier gebruik ik dat in sieraden. Nu maak je ook heel veel sieraden op verzoek, dat mensen hier komen vanuit het verhaal. Maar hoe moeilijk is het om iets wat jij hebt gemaakt door te geven aan een ander? Ja, dat had ik in het begin wel een beetje, toen ik begon, 30 jaar geleden of zo, met het vak. Toen hechtte ik aan alles wat ik had gemaakt, maar dat heb ik helemaal niet meer. Nee, nu is het is gemaakt en dan... En ik vind, je kan alles fotograferen en vastleggen en op die manier nog documenteren voor jezelf. Dus ik vind het juist alleen maar fijn als het ergens heen gaat en gedragen wordt en daar iemand er weer plezier van heeft. Oké, we zitten aan tafel. Jozemieke, wat maakt jouw sieraden zo speciaal? Weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Het is gewoon misschien is het wel de manier van werken. Zeker het in opdracht werken. Hè. Dat is een hele persoonlijke manier, wat niet zoveel gedaan wordt bij juweliers of bij edelsmeden. Om met je eigen verhaal te kunnen komen. Want neem ons eens mee, want hoe gaat dat dan? Iemand komt hier met een verhaal en dan? Ja, dan zitten we hier zo, hè? En dan vertel jij mij bijvoorbeeld van, nou, ik heb net mijn moeder verloren of weet ik wat. Of ik ben getrouwd en ik wil mijn vrouw iets geven of weet ik wat. En dan luister ik naar het verhaal en daarmee luister ik naar alles wat je zegt. Dus ook niet alleen woorden, maar ook je lichaamstaal en hoe je erbij zit en dus ik pik van alles op waar je normaal gesproken in een gesprek niet zo op reageert eigenlijk. En dan ga ik daar, of met die informatie ga ik schetsen maken. Maar ik bedoel, in opdracht werken is ook wel binnen een bepaald kader werken. Dus ja, je komt toch voor trouwringen bijvoorbeeld, of je komt voor een sieraad om as van je van iemand die overleden is in te bewaren, bijvoorbeeld. Dus je hebt al wel een beeld van wil ik een hanger of wil ik een ring of wil ik een nou ja, dus in die zin is het niet helemaal vrij natuurlijk. En het is ook een inspiratiebron voor mij om mensen te zien gewoon. En juist op momenten dat ze belangrijke dingen meemaken, zoals een huwelijk of een begrafenis, dat zijn heel ingrijpende dingen in iemands leven. Dus je krijgt ze dan ook heel puur te zien. Ja, dat vind ik zelf een soort voorrecht om er dan naar te mogen kijken. Krijg je dan ook een soort persoonlijke band met die mensen die hier komen? Heb je ook mensen die vaker terugkomen? Of ontstaat er misschien een vriendschap als iemand zo persoonlijk is? Ja, er ontstaat wel een bepaalde band. Ja, en soms is het eenmalig en dan zie ik ze niet meer. Maar ook wel regelmatig dat ik ze wel voor andere gelegenheden weer terugzie. Dus ja, dat kan. Ja, vriendschappen, het blijven wel klanten, ja. We zijn naar boven gegaan. Dit is jouw atelier. Een hele mooie grote ruimte, maar eigenlijk zit jij maar een heel klein hoekje aan een heel klein tafeltje. Ja. Uh-huh. Want dit is jouw werkbank. Dit is mijn werkplek, ja. Hier zit ik eigenlijk gewoon de meeste tijd van de dag. Maar dit is echt heel, heel klein. Ja, maar het is ook heel precies, heel fijn werk en ook geconcentreerd.
Dus ik heb tegenwoordig ook de winkel half dagen open. Dus dan heb ik 's morgens gewoon het atelierwerk. Wat heel veel concentratie vraagt, dat doe ik dan 's morgens. En dan 's middags kan ik alsmaar onderbroken worden. Dus dan ben ik soms hier iets aan het solderen of aan het doen. En dan gaat de bel en dan moet ik alles even stilleggen en dan ga ik naar beneden. Wat vraagt dan zoveel concentratie? Want voor mij als leek? Nou, het opbouwen van een vorm is wel heel... Even kijken. Ja, hier, ik ben met dingen bezig. Bijvoorbeeld nu... hoe je dingen in elkaar zet. Bijvoorbeeld lijnen over elkaar heen laat lopen. Dat vraagt gewoon heel veel... Je kan dat niet zomaar even doen. Dan moet je echt met je aandacht bij blijven. En... Ja, dus daar, dit soort dingen, dat zet ik dan in elkaar voor de middag het liefste. Dus dan kan ik daar gewoon een paar uur lang of een uur lang volledig mee bezig zijn met één voorwerp. Leg je ook wel eens iets weg en zo van even een paar dagen niet naar kijken en dan weer wel, om het dan weer bij te schaven? Ja, ik heb echt van die dagen dat het helemaal niet werkt dan. Gelukkig heb ik ook wel over het algemeen klanten die mij echt ruimte geven. Dus dan kan ik zelf een beetje mijn tijd indelen. Ja, en dat weet ik 's morgens niet, maar dan sta ik op en dan ga ik achter de werkbank zitten en dan stagneert die hele boel. Of dingen lopen, ik krijg de vorm niet goed erin of het stroomt niet. Dus dan ga ik iets anders doen. En heb je ook niet dat je 's nachts als wakker wordt inspiratie krijgt en hier achter deze bank gaat zitten? Dat ik er niet achter ga zitten? Dat je er wel achter gaat zitten, dat je niet kan slapen en dat je hier opeens dat we jou weer 's nachts zien? Nee, dat heb ik nooit. Nee? Nee, ik slaap als een blok. Echt, ja. Maar ik heb wel dat ik 's avonds doorwerk bijvoorbeeld, dat ik dan hier, ja, dan is het eigenlijk gewoon geen werktijd meer. Want ik zit natuurlijk gewoon ook mijn vrije tijd in mijn werkruimte. En als ik geïnspireerd ben, dan ga ik gewoon door. Maar niet dat ik er 's nachts voorop sta, nee. Zo is het niet. We zitten nu lekker bij de open haard. Hier zit jij vaak, want dit is ook jouw woonkamer. Ja, ik woon eigenlijk in mijn atelier. Ja. Ja. Dus ik zit hier heel vaak, ja, bij een vuurtje. 'S avonds. En soms werk ik ook wel door, hoor. Als ik er zin in heb. Maar is het niet heel erg veel geven wat jij doet? Nee, zo ervaar ik het niet. Nee. Ze betalen mij allereerst, toch? Dat is ontvangen voor mij. En, maar ook in contact vind ik dat je daar, krijg je er ook veel voor terug. Het is niet iets wat ik voortdurend geef aan anderen, het is een soort wisselwerking. Ik ervaar er niet dat ik daar nou iets speciaals voor geef of zo. Want je hebt ook een hele spirituele kant. Zoals ik dit lees en over jou hoor. Wat vind jij spiritueel? Nou, spiritueel in die zin, ik hoor iets over boeddhisme. Je geeft ook workshops bij een winkel. Jij zoekt ook een beetje het spiritueel. Ja, ik noem het spiritueel. Of hoe kan ik het anders noemen? Ja, ik vind het een moeilijk woord hoor. Maar ja, misschien dat ik meer de diepte opzoek in contact. Zo zou ik het misschien noemen. En ook in de cursussen ben ik daarin, dat heb je misschien gelezen, daar ben ik nou mee begonnen om meer mensen mee te nemen in dat proces van een vorm maken die voor jezelf is. Dus die echt, datgene wat ik dus in opdracht doe voor mensen, dat je dat in een cursus zelf kunt doen. Ja, wat je bijvoorbeeld in shamanisme, dat sprak mij altijd heel erg aan bij natuurvolkeren in die shamanistische tradities. Daar heb je dat in de cultuur zitten, dat een voorwerp iets uitstraalt, dus dat het een bepaalde betekenis heeft. He, dat je raapt iets op of je maakt iets of je maakt een smeedvorm. En doordat je daar doordat je het maakt voor een bepaalde situatie, krijgt het ook die werking. Het wordt een soort wisselwerking, alsof dat voorwerp terug gaat spreken. Zoiets, alsof het leven krijgt en dan gaat het tegen jou terugpraten. Ja, dat vind ik een heel mooi gegeven. Maar je wilt een soort ziel aangeven aan het soort van vormwerk wat je maakt? Ja, zo zou je, ik vind ziel, ja, ik weet niet of dat allemaal bestaat hoor. Dus in die zin, het zijn verhalen. Hè? Het zijn verhalen en ik vind mooie verhalen. Ik vind verhalen die mensen beleven of wat je ervaart is waar. Hè?
En daar zit geen enkele objectiviteit in. Dat is alleen maar een persoonlijke beleving. En ja, daar misschien is dat wat je ziel zou kunnen noemen. Hè? Waar komt dat vandaan, dat je zoveel hebt met verhalen? Nou, ik denk wel dat ik wel oog heb voor het stuk wat erkenning vraagt. En dat heeft wel iets van uit mijn jeugd misschien te maken. Van dat je belevingswereld als kind, dat mijn belevingswereld als kind geen erkenning heeft gekregen. Hè? Dus dat het dat het ontkend werd, dat het een soort... Ja, dat is niet waar of dat bestaat niet. Maar vond je dat dan, was dat moeilijk dat je aan het zoeken was naar wie je was en dat je daardoor misschien niet zo makkelijk in het plaatje paste? Nou, niet het plaatje van mijn familie, nee. Maar ik heb altijd wel andere wegen gevonden, ja, dat wel. Het is inmiddels één dag later en gelukkig gestopt met regenen. En we hadden met Jozemieke afgesproken op een bijzondere plek. En daar zijn we nu ook, want dit is haar eigen landje. Jozemieke, jij bent al aan het harken. Hoi. Want we zijn te gast op jouw eigen land. Ja, welkom. Ja, dank je. Dit is wel bijzonder. Mijn land. Je hebt echt een eigen stuk bos. Ja, sinds begin dit jaar heb ik het samen met vrienden gekocht. Dus we hebben hier ieder een huisje. En verder is het, ja, het is een kleine hectare. Dus... genoeg te doen. Behoorlijk groot. En je hebt het zomaar gekocht, want was dat een lang gekoesterde wens? Heel lang gekoesterde wens, ja. Want ik woon natuurlijk al 20 jaar daar in het centrum, hè, waar we zijn geweest. En ik word af en toe helemaal gek van de herrie en de drukte. Dus ik heb altijd een verlangen gehad om ergens in de natuur te wonen, ook eigenlijk. Maar dat krijg ik nog niet gecombineerd met mijn werk. Dus dit is een heel goed alternatief, want ik kan gewoon op de fiets naar mijn werk hier naartoe. En wat doe je hier? Nou, ik ben nu bezig met het labyrinth. Dat ben ik samen met Judith, een van mijn vrienden waar ik het mee gekocht heb, ben ik dat aan het leggen. En dat is een oud Cretensisch labyrinth, al heel oud. Tenminste deze vorm, hè, zoals het hier ligt. En ja, het is de bedoeling dat je het kan lopen, dus er zit één ingang in. Hier, je kunt het nog niet zo heel goed zien, want ik ben net bijna klaar met leggen. En dan loop je dat helemaal in cirkels en dan weer een krul naar buiten. Dus je hebt eigenlijk op een gegeven moment ben je ieder gevoel van richting kwijt als je het loopt. En uiteindelijk kom je dan in het midden uit. Ik heb iets met die vorm, omdat ik altijd of vaak twijfel over welke kant het op zal gaan met mijn leven, of welke kant ik dan op wil. En wat de bedoeling van dingen is en zo, als je iets meemaakt. En als je dat, als je dan een soort verafvisie hebt, dan blijkt dat het allemaal gewoon maar één kant op gaat, het leven. Dus ik vind het een mooie metafoor voor, je hebt altijd het gevoel dat je in een doolhof leeft, zoiets. En in werkelijkheid is het een labyrinth, dus met een heel vast pad wat je aflegt. We zitten hier bij een heerlijk kampvuurtje, wat jij zelf hebt aangemaakt. Mm-hmm. Ik vind het wel stoer dat je dat kan. Ja? Nou, ik wist je wel een aansteker bij een krant houden. En dan, veel mensen vinden dat een mannending. Maar jij hebt op dit moment geen man in je leven. Nee, dus ik moet het zelf doen, ja. Dat klopt. Mm-hmm. Vind je het moeilijk? Nee, want dat doe ik altijd al wel. Of er nou wel of geen man in mijn leven is. Dan, lijkt toch mijn eigen leven, dus dat vind ik niet moeilijk, nee. Want ik heb wel heel veel mensen om me heen die om me geven, dus... Veel vriendschap. Ja, heel veel vriendschappen heb ik. Veel mensen die ik wekelijks zie en die me goed kennen. Dus ja, daar mis ik eigenlijk niet zoveel aan contacten of zo, nee. Is dat misschien belangrijker voor jou dan vriendschap, dan op dit moment misschien een man in je leven? Nou, ik zou het wel leuk vinden hoor, maar ja, dat moet wel meteen passen. Hè? Nou, ik weet niet, misschien wordt het ook steeds moeilijker als je ouder wordt, dat het precies past. Dus ja, ik heb ook heel veel mannelijke vrienden. Dus ja, met de een ga je wandelen, met de ander bouw je hier een houtopslag en met de ander ga ik dansen. Dus ja, zo... Nou ja, zo is het nu, dus ik vind het heel prettig, ja. Maar om mee samen te wonen of... ik heb geen kinderen, ik kan financieel... ben ik onafhankelijk, dus
ja, het moet echt iets toevoegen voor mij. En ja, ik weet niet of dat bestaat waar ik dan wat ik zou willen. Of dat weet ik niet. Dus ik ga ervan uit van niet dat het zo is zoals het nu is. Aan de ene kant vind je het heel fijn om alleen te zijn. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook mensen nodig om je heen. Ja. Hoe zie je die balans, die weegschaal? Allebei. Het ene moment dit, het andere moment dat. Want ik heb echt veel vaste sociale contacten. Net als mijn dansclub iedere week. En ik heb ook een zanggroep iedere week. Dus het zijn mensen die ik wekelijks zie. En ja, tussendoor ook nog heel veel mensen die ik veel zie. En in de winkel is het natuurlijk ook een heel komen en gaan van mensen. En ja, dus daar moet ik steeds tijd voor maken om ook weer alleen te zijn. En om me op te laden. Ja, dat heb ik allebei. Ik heb echt, ik hou heel veel van mensen en ik ben heel graag samen met mensen. Maar ik heb ook vaak behoefte om gewoon alleen te zijn en helemaal stil. Gewoon dat het helemaal stil is. Je hebt lekker wijntje geschonken. En daarmee sluiten we denk ik de dag dan af, of de twee dagen die we hebben beleefd samen. Ja. Ik vond het ook gezellig. Ik vond het ook heel erg leuk. En het kan bijna niet romantischer bij een romantisch super, hè? Ja. Ja. Wat wil je nog in de toekomst? Wat gaat er nog komen? Ik ben niet zo heel toekomstgericht. Dus ik ben meer van nu en volgende week en de week daarna. En het is dus meer het opdrachtenwerk. De cursuskant wil ik toch ook meer ontwikkelen en uitbreiden. Maar het, in die zin, groter kijk ik eigenlijk niet. Dus voor mij is dat gewoon hier en nu eigenlijk, wat er gebeurt. Volgens mij ben jij hier en nu heel gelukkig, toch? Ja. Ja, dit is eigenlijk iets wat een soort uitkomst van een droom die ik jaren heb gehad, hè? Dat bos. En, dus als je dan naar mij vraagt van, ja, what's next? Ja, dat gaat helemaal voorbij aan dit. Dus dit blijft gewoon. Ja. Ja. Nou, dat je heel gelukkig mag worden dan. Dank. Ja. No.